Hengstenkeuring KFPS 2016 en kijk hem daar staan. De nummer 437, Maurits 437 om mee te beginnen. De sporthengst, 12 jaar, gefokt en in bezit van Willem Wester in Tjerkhaast. Zoon van Ulbert 390, gefokt uit een sterpreferentenmerrie van Ulke 338 en dan een stermerrie van Jurjen 303. Hengstcomfort uit stam 50, al 9 jaar geleden goedgekeurd. In de ereklasse aangespannen 46 winstpunten behaald. Kampioen dekhengsten 2013, kampioen ereklasse 2014. Z-dressuur 6 winstpunten. 2013 werd hij goedgekeurd op afstammelingen. En de nakomelingen zijn rastypische paarden met een goede beweging. En ook qua sportaanleg lieten de nakomelingen een positieve indruk achter. Vorig jaar werden de twee zonen van Maurits goedgekeurd. Eisse 489 en Marcus 491. Beschikbaar op dekstation Gaasterland Oudemeerdum. Maurits 437. Nou mensen, het begint alweer als van ouds. Komt ie nog een keer. Maurits 437. Begin van de hengstenkeuring. Mooi. Zo dadelijk Mewis 438. En daar is hij al. Mewers 438, dames en heren, gefokt bij J.G. van der Linden in Ter Wispel. Ook Mewers is 12 jaar, H. Eppinga Oudemeerdum, de eigenaar. Zoon van Tewes 389, dan sterpreferente Mary van Oege 267. En daarachter bloed van Leffert 306, komt uit stam 82. Mewers 438, goedgekeurd in het najaar van 2007, M1 dressuur. En Mewers is de eerste en tot nu toe enige goedgekeurde zoon van Tewes 389. Destijds in de verrichtingen, prima inzet getoond. Drie ruim voldoende basisgangen. Toonde zich met name een allrounder met een verrichtingstotaal van tegen de 80 punten. En werd ook in 2013 goedgekeurd op afstammelingen. Op basis van gunstige fokwaarden voor exterieur en sportaanleg. Dekstation Gaasterland Oudemeerdum, daar is hij beschikbaar voor de fokkerij. Mewers 438.
Dames en heren, daar is hij nog een keer. Mewis 438. Binnenkomst van Maaien 440. 440 Maaien 440 is binnen. Sporthengst. Eveneens geboren in 2004. JT Bauma, de Fokker, de Iron Spring Farm, Coatsville, USA, de eigenaren. Maaien is een soort zoon van Beert 411. De Fokten een sterpreferente merrie van Goffert, 3,69. En dan een model sportmerrie van Feitse, 2,93. Komt uit stam 8. Goedgekeurd in 2007. Z2 dressuur, startgerechtigd. Hengst vertoefde enige jaar in de Verenigde Staten. Is dus weer terug op Nederlandse bodem. En werd in 2013 goedgekeurd op afstammelingen. Het zijn met name ruim bewegende paarden die opvallen vanwege hun plezierige karakter. Maaien 440 voor de fokkerij beschikbaar bij Hengstenstation Bosma in Kolmerzwaag. Maaien 440. Ziet binnenkomen Maurus 441, de kampioen van de Hengstenkeuring 2009. Sportpredicaat al behaald, 12 jaar. Gefokt door mevrouw Meineke, tweede Wittingen, Gluzingen. De eigenaren AP Bot en SJ Kat BV. Maurus, een zoon van Tjalke 397. De moeder en stermerrie van Christ 358. Dan zien we sterpreferente merrie van Jelmer, 2,97. Hengst komt uit stam 27, ook in het najaar van 2007 ingeschreven. In de ereklasse heeft Maurus al 57 winstpunten. Maar ook in de dressuur L1 10 winstpunten. Goedgekeurd op afstammelingen in het jaar 2013. En de driejarige nakomelingen tonen zich als kinderen van hun vader ras typisch veel bravoer. Met veel draf, met veel front. Friesenstal, Marshorst in Klein-Meckelsen. Daar is Maurus 441 gestationeerd. Begonnen zijn we met rubriek 3, waarin de hengsten ingedeeld zijn.
De stamboekhengsten tot en met 12 jaar die op afstammelingen zijn goedgekeurd. Dames en heren, Maurus 441. Respect hebben voor de voorbrengers. Goed, we gaan door, dames en heren. Michiel 442 zal binnenkomen. Daar is hij al. Michiel 442. Deze Michiel 442, predicaat sport, 12 jaar jong, vak bij de familie Witteveen in Paris, Ontario. En eigenaar H.J. Mulder, Vegelinsoord. Michiel is een zoon van Tjerk, 328, moeder een stermerrie van Leffert, 306. En dan een stermerrie van Heerke, 254. Komt uit stam 103. In het voorjaar van 2008 werd de hengst ingeschreven. Lichte toer in de dressuur, daarin al de winstpunten behaald. 2008 goedgekeurd tijdens het eerste centraal onderzoek in de Verenigde Staten. Haalde hier een resultaat van bijna 80 punten in alle drie de disciplines. En Michiel 442, die werd dan ook in 2013 goedgekeurd op basis van nakomelingen. Vanwege zijn gunstige verheffing voor exterieur en sportaanleg en het fijne karakter van zijn kinderen. Michiel 442 beschikbaar bij stalhouderij Kruis in Heeg. Thank you.
kampioen oude hengsten 2014-2015 en algemeen kampioen 2012-2013-2014. 12 jaar fokkers-eigenaar en familie van der Zee, Sint-Jacobi Perrochi, zoon van Tjerk. Met een modelpreferente Merrie van Heerke 245. Dan een sterpreferente Merrie. Komt uit stam 25. Dressuur Z1 15 winstpunten. Goedgekeurde afstammelingen. Keurde drie aangenakomelingen. Viel op door een prima exterieur. Resulterend in een hoog sterkpercentage. Hoge exterieur fokwaarde. Voor het kenmerk Bouw scoort hij het hoogste van alle KFPS hengsten. Ook in de verrichtingen vielen de aankomelingen in positieve zin op. 2013 werden twee van zijn zonen goedgekeurd. Hessel 480, Hette 481. Vorig jaar volgde de in de Verenigde Staten goedgekeurde Canadees Julius 486. Beschikbaar bij de gemoeders van Mane Ede, Norbert 444. Thank you.
Nou mensen, dat waren ze, de hengst in de eerste rubriek. Wat een rubriek om mee te beginnen. En wat een sfeer hier vanmorgen al in Leeuwarden. Jullie zijn in vorm hier. Heel mooi. Het was echt genieten van de presentatie van de hengsten in rubriek 3. Ze komen binnen. Prachtig moment. Altijd spannend, mensen. Geboeders, stap eens even. Zet hem maar uit. Zet die maar even hier neer. Even een hengst tegenhouden, mensen. Altijd weer een beetje gerustel, hè, om ze op volgorde te krijgen. Ik denk, nou, die ene zwarte hengst, die zetten we even stil hier. Was het al mooi vanmorgen, mensen. Hebben jullie het naar de zin hier? Ja. Nou ja, die ene hengst die stond hier nog. Dus waar ook was, maar weer. Ik was even met het publiek aan het praten, mensen. Er staat die ene hengst daar. Heb ik hem weer laten staan. Nou, stap maar. Dan mag die 437 een beetje aanstarten. Jury kijkt. Volgens mij hebben we het wel aardig goed nog op dit moment. Dames en heren, gaan opstellen. Op kop geplaatst de Norbert 444. Dan Maurits 437. Dan Mewes 438. Dan Michiel 442. Algert 445. En dan Maaien 440. Gevolgd door Maurits 441. Weer op ons namens het hoofdstuur van het KFPS. Dat heeft Elling, dames en heren, zullen de lint aanhangen. Het woord aan de voorzitter van de jury, Mauke de Boer.
Goedemorgen, goedemorgen dames en heren. Bert heeft al gezegd, welkom op de Hengstenkeuring, maar ik wil het toch ook nog even vermelden namens mijn medejurylid, welkom. En we hopen van deze dag weer een extra hoogtijdag te maken. Het waren al twee fantastische paren dagen, maar vandaag is het echt de klapper, denk ik. En we wensen jullie een fijne dag toe. Dan de plaatsing. We hadden natuurlijk al 7 fantastische, mooie hengsten in de ring. Hengsten die zich al in de fokkerij en de sport bewezen hebben ook. En dan op kop nummer 444, Norbert. Dat ben je allemaal bekend natuurlijk. De tophengst van de jaren al hiervoor. 3 keer kampioen geweest. Hengst die ook in de sport super heeft gedaan. Hengst die veel rasuitstraling heeft. Mooie voorhand. Die mooie handlengte heeft. Krekbeenwerk eronder. Een paard die een vaderpaard uitstraling heeft. Een heel mooi koppaard. Dan hebben we nummer 437, Maurits. Een hengst met een heel mooi hoofd erop, ook een mooie ratenstraling dus. Ook een hele correct in de bovenlijn, sterke bovenlijn, zien we graag. Mooie kruislegging en lengte. Paard dat actief stapt. En ook een hele beste draf liet zien met heel goed achterbeengebruik. En daardoor ook op tweede plek. Dan nummer 438, Mewis. Dat is ook een hengst met veel ratenstraling, mooi behang erop, mooi hoofd erop. In de bovenlijn ruim voldoende, ook mooie kruislegging en lengte. Het beenwerk is van goede kwaliteit. Paard dat misschien vandaag iets minder vast was in zijn draf dan andere jaren, maar toch heel mooie momenten liet zien en daardoor op de derde plek. Dan komen we bij Michiel. Dat is ook een hengst met een mooi hoofd erop. Een hengst die hem goed bewaard heeft. Misschien iets meer helftlengte mag hebben, maar verder een heel correcte hengst. Ook correct in het beenwerk. Paard dat goed kan stappen met een goede activiteit erin. Ook vandaag een goede draf liet zien en daardoor ook, mede daardoor ook gewaardeerd op de vierde plek. Dan komen we bij Algert, nummer 445. Dat is ook een hengst, een heel mooi hoofd erop. Voldoende halslengte, bovenbouw is voldoende. Paard dat actief stapt. In draven mooi achterbeen gebruik laat zien. En daardoor ook op deze plek is gekomen. Dan komen we bij nummer bij Maaien, nummer 444. Dat is ook een hengst met mooie razenstraling, mooi hoofd erop. Mooie halslengte, veel behang erop. Paard dat mooie stablets in, voldoende ruime stablets in. En ook in de draafruim voldoende was. En daardoor hier op deze plek is beland. Dan nummer 441, Maurits. Heel opvallend is bij deze hengst. Een hele mooie voorhand, hele mooie schouderpartij. En vooral in de draaf ook het extra mooie voorbeengebruik. En daardoor voor deze hengst op deze plek. Dank u wel. Bedankt, Bauke de Boer. Tijd, dames en heren, om de eerronde te lopen. 2 hengsten keren terug in de kampioenskeuring. Norbert 444 en Maurits 437. En daar komen ze nog een keer voorbij met muziek van de firma Koopmans. En natuurlijk uw enthousiasme. Leeuwarden. Kom op.